Ik ben Sarah Smeijers, ik ben OCMW-voorzitter van Aalst en ook schepen van wonen. Dus het was gisteren de dag van de armoede, of liever de dag om armoede te bestrijden. Vandaag is naar aanleiding daarvan een evenement hier op het Werfplein bezig. De vraag aan mij is gesteld van hoe gaan wij als politici om, of als beleidsmakers om met respect en met waardigheid in de samenleving. Ik denk dat zeker op het beleidsdomein armoedebestrijding, of het OCMW-beleid, respect en waardigheid zeer belangrijk is. Dat wij iedere persoon vanuit het individu moeten bekijken en niet geen algemene regels moeten stellen. Ik denk dat dat onze maatschappelijke werkers toch uitdragen, dat elk dossier individueel wordt bekeken, elke situatie van een persoon is anders. De ene heeft het thuis moeilijker dan de andere. De andere heeft dan het op het werk moeilijker dan de andere. Dus elk probleem is individueel en moet dus vanuit het individu benaderd worden. En dan pas krijg je respect. Uiteraard moeten de algemene principes, of dat is natuurlijk de taak van de politici om algemene regels te stellen, maar die moeten wel individueel toegepast worden. Dankjewel.